Eindelijk zijn alle duistere geheimen uit de doos van Pandora van mij! Van mij! Van mij! Iets te... Met de krachten uit deze doos zal ik, en niet mijn suffe broertje, heersen over de vampierraad en de monsteronderwereld! Gefeliciteerd! U heeft de doos van Pandora, wat betekent dat Jean heeft zitten kletsen alweer. U krijgt 1 uur om te openen voor de doos zichzelf vernietigt en haar duistere geheim voor altijd verloren gaat. Voor altijd verloren? Dat laat ik niet toe. Waar zijn die gaten voor? Het is zo simpel en toch zo ingewikkeld. Ach ja, jammer de bammer. Dan zult u niet met ijzeren vuist kunnen regeren. Alleen een supergenie kan het ding openen. Nee eens. Gelukkig heb ik een genie in het ijs voor dit soort gevallen. Breng me zombie, Sir Isaac Newton! Hij heeft de zwaartekracht ontdekt. Hij heeft nog brain freeze. Mavis, zorg dat hij gehersenspoeld wordt en breng hem dan terug. Wat? Waarom moet ik dat doen? Omdat het grootste kwaad van de onderwereld in deze doos verstopt zit en ik wil het hebben! En ook nog... Omdat ik het zeg. Oh. Ja, je bent niet de enige. Zo oneerlijk. Waar moet ik haar helpen om het allerslechtste monster te worden? Ik wilde graag een milde was- en droogbeurt, alstublieft. Oh, hey Mavis. Pedro en ik speelden een potje golf. En volgens mij zit er nu een club vast in mijn les. Oh! Leuk je weer te spreken, Henk. Mavis! Hebbes! Schrik toch! Eindelijk, Sir Isaac. Ik wil dat u die doos opent. Nu! Dat sir bevalt me wel, maar wie is Isaac? Huh? Wat heeft dit te betekenen? Hij is vast vol water gelopen. Ik wring hem wel uit. Doe het snel! We verspillen tijd! Henk, ben jij dat? Mavis, wat is er aan de hand? Uh-oh. Mavis! Heet op! Oh, nee. Oh, oké. Het zou misschien kunnen dat ik dingen een ietsie-pietsie soort van verwisseld heb tijdens het hersenspoelen. Volgens mij zitten jouw Henk-hersens nu in Zombie Newton's lichaam. Maar wiens hersens zitten er dan in mijn lichaam? Hoe kun je nou in vredesnaam het speeltje in deze doos vinden als al die spookflakes in de weg zitten? Ja, ja! Hengster, je bent een genie! Mavis, je moet mijn lichaam vinden. Dat doe ik. Maar wat je ook doet, probeer niet de doos van Pandora te openen. Want dan ontdekt tante Lydia dat je Isaac Newton niet bent. Huh? Ja, nee, je bent een zombie. Gewoon grommen. Maar probeer wel heel slim te grommen. Sir Isaac! Nog 42 minuten voordat deze doos zichzelf vernietigt. En als dat gebeurt, vernietig ik jou. Mavis, ik wil niet vernietigd worden. Komt goed. Ik wil die doos open. Dat ging niet volgens plan. Henk? Sorry, ik dacht dat je iemand anders was. Waar zit dat maar? Ah, goeie griezels, daar ben je. Lichaam van Henk, je moet snel komen. Henk is op dit moment niet helemaal zichzelf. Wat is er gebeurd? Oh, wacht, we doen een flashback. Ja, Henk gedroeg zich heel raar. Hij schreef vergelijking op het menubord. Toen hij de soep uitwiste, wist niemand wat we voor lunch kregen, dus moesten we de ober roepen. Je weet wel, die ene met die grote glimmende kop op zijn oogvrap. Maar waar zijn de hersens? Goed, toen bedacht ik dat hij nog een golfbal in zijn kop had, dus die trok ik eruit. Dat was helemaal nat en glibberig. Voor ik het wist... Dus de hersens van het grootste genie dat ooit heeft geleefd, stuiteren door het hotel met die maffe kip van mijn boze tante Lydia? Ja, als je het zo zegt, klinkt het nogal absurd. Ach, wat geeft het? Lunch? Lunch? Zonder Newton's hersens wordt die doos van Pandora vernietigd. En daarna doet tante Lydia hetzelfde met Henk. We moeten de doos openen om hem te redden. Waarom zei je dat
niet.